Anton Pieter Schotel. Weinig mensen hebben van hem gehoord, maar er gaat nu verandering in komen. Anton werd in 1890 in Dordrecht geboren. Zijn vader, die als bijbaanorganist in de Grote Kerk van Dordrecht was, had nog even de hoop dat zijn zoon een orgelbal zou worden. Maar tijdens de kerkdiensten droomde Anton bij het praalgraf van zijn beroemde schilderende voorvader van een toekomst in de schilderkunst. Rond het begin van de 20e eeuw is het impressionisme de belangrijkste stroming in de schilderkunst. En Anton sluit zich hierbij aan. Impressionisten schilderen voornamelijk buiten. Het licht, de atmosfeer en het vastleggen van een moment die staan centraal. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog is Anton bijna 30 jaar en inmiddels een succesvol schilder. Door zelfstudie en hard werken heeft hij een eigen stijl ontwikkeld... Met een fascinatie voor het water. En eindelijk op zijn dertigste jaar ontmoet hij zijn muze Elisabeth Goedvolk, waarmee hij trouwt. Het stel gaat wonen in zijn atelier aan de Bomkade in Dordrecht. Het atelier heeft een geweldig uitzicht over de havens en Anton maakt veel schilderijen vanuit dit atelier, wat gelijkertijd hun woonkamer is. Antons schilderijen liggen in de smaak. En hij verkoopt goed, zo goed zelfs, dat ze een auto kunnen kopen, waarmee ze naar Parijs, Bretagne en zelfs naar Zuid-Frankrijk gaan om te overwinteren. Maar Anton vindt daar zijn draai niet. Hij zoekt stoere schepen, ruige mannen en hij vindt dat uiteindelijk in Yvolendam, waar het stel een paar jaar gaat wonen. Daar liggen de schepen waar hij naar zocht. Schepen waarop gewerkt wordt, die ruiken naar. Vis en teer, stoere mannen die hard werken en vechten tegen de krachten van de natuur. Dat is zijn wereld. Anton heeft maar één doel voor ogen en dat is al schilderend de botter volledig in zijn macht te krijgen. Hij wilde als het ware de schepen en het water kunnen voelen terwijl hij aan het schilderen was. De kritieken op zijn werk waren lovend. Maar Volendam en zijn vissersvloot kregen het moeilijk door de aanleg van de afsluitdijk. En Anton kon het niet verdragen dat zijn geliefde botten zouden verdwijnen. Hij en zijn muzen vertrokken in 1927 naar Rotterdam, waar hij grote zeeschepen ging schilderen. Rotterdam was in die jaren ook al een hele grote havenstad. Altijd was er bedrijvigheid van graanoverslag, in- en uitvarende schepen, zware industrieën en scheepsbouw. Al na een half jaar kon Anton niet meer tegen het altijd aanwezige lawaai en het stel verhuisde naar het landelijke Laren. Laren werd al in de 19e eeuw door kunstschilders ontdekt. Impressionisten zoals Mauve en Israels waren de grondleggers voor de Larense school. Anton en Elisabeth kopen een kleine boerderij met atelier, de Karelsoeven genaamd. Hij geniet van de stilte en vindt. Daar de rust die hij nodig heeft om te werken. Voor hem en zijn muzen was dit de gelukkigste tijd van hun leven. Ze trokken er veel op uit en de schilderijen van Anton verkochten goed en ze hadden een zorgeloos bestaan. Anton had ook een neus voor onderwerpen die goed in de smaak van het koperspubliek vielen. Zo'n onderwerp was Scheveningen. Dat was in die tijd een mondaine badplaats die nauwelijks onderdeed voor de badplaatsen aan de Collesur. In deze wereld van welgestelden voelde het paar zich helemaal thuis. Hij was badgast en schilder tegelijk. Het strandleven bood onderwerpen genoeg om te schilderen. En er was veel vraag naar zulke schilderijen. Anton verkocht zijn werk bij wijze van spreken nat van de ezel. Maar in deze wereld blijft niets eeuwig goed gaan. Antons gezondheid gaat achteruit en hij overlijdt in 1958 in Laren. Na zijn overlijden werd een overzichtstentoonstelling georganiseerd. Critici schreven weerlovende kritieken. Kritieken als Schotel is een meester die met licht speelt. Feilloos schildert hij de botters in actie. Hij is een gevoelig tonalist, een dichter van ruimte en sfeer. Dat schotel zijn met kent, ziet ieder in een oogopslag. Niemand schildert met meer kracht en overtuiging. Zijn weergave van water en schepen vindt in Nederland van de 20e eeuw zijn weergaan niet. Dames en heren, dit was het leven van een Hollandse impressionist, Anton Pieter Schotel, in vogelvlucht, in de notendop. In telegramstijl mag je wel zeggen, want de film, die tot 14 oktober permanent te zien is in het Dordrechts Museum, duurt 50 minuten. Na het zien van mijn film zult u de tentoonstelling met de ogen van een kunstkenner bekijken. Ik wens u heel veel kijkplezier.